En welkom bij weer een nieuwe Fan Friday video. En jullie weten natuurlijk wat dit betekent, want het is vandaag weer vrijdag! Woehoe! Dus geef deze video alvast een duimpje omhoog voor de allerleukste dag van de week. En laten we dan meteen beginnen met het eerste gedeelte, namelijk... fanart! Ik heb weer super leuke fanart uitgekozen om te laten zien in deze video. En het was echt mega, mega moeilijk, want er was zo ontzettend veel leuks. Maar mocht je nou niet bij de fanart zitten van deze video, dan kun je weer kans maken voor de volgende video door het op Instagram te posten en mij erin te taggen. En zorg ervoor dat je account niet op privé staat, want anders kan ik hem niet zien. Laten we maar gewoon beginnen met de allereerste fanart. En deze is van Meisje Jamila XD. En het is een heel erg leuk stripje. En linksbovenaan zie je een plaatje van mij en Joy en we zitten naast elkaar. En volgens mij zitten we dan op school. En ik zeg tegen Joy, hey, mag ik een pen van je lenen? En Joy zegt, oké, ik zal even kijken. Vervolgens zie je een plaatje van een hele strenge meester. En deze screenshot is genomen uit mijn Expectations versus Reality video. En deze meester zegt, Joy, waarom hoor ik jou praten? En Joy zegt, ja, omdat Jamila een pen vroeg. En de meester zegt weer, alsnog mag je niet praten in de les. En Joy zegt, maar... En dan zegt de meester, geen gemaar in mijn les. En ik vond het een heel erg grappig stripje, want ik hoor het dan ook echt met al die stemmetjes in mijn hoofd. Daarna heb ik er eentje van, laagstreepje meisje Jamila, laagstreepje fanaccount, laagstreepje... Wat een lange zin. Deze heeft een hele grappige fanart gemaakt. Namelijk een foto waarin ik in een pretpark zat en ik was heel erg bang, want het was rond Halloween en er zaten allemaal enge figuurtjes in. En ik trek echt zo'n gezicht van... En de tekst die erbij staat is, wanneer je een snap stuurt naar de verkeerde persoon. En dat plaatje, er wordt steeds verder naar ingezoomd van... Nee! Meisje Jamila 5 heeft echt een hele schattige en leuke tekening gemaakt. Het is super vrolijk en ik sta zeg maar voor een eenhoorn. En het leukste aan deze tekening vind ik vooral de kleuren. Maar niet alleen dat, het is hoe goed die past bij de achtergrond. Volgens mij heb je het ook een beetje bewust uitgekozen. Of misschien ook helemaal niet, is het puur toeval. Maar ik vind dat het er allemaal gewoon heel erg leuk uitziet. En het wordt één heel gaaf plaatje. Daarna heb ik er eentje van Draw.Frederiek. En zij heeft een heel erg gaaf schilderijtje gemaakt. En volgens mij heeft ze hiervoor waterverf gebruikt. Dat weet ik niet zeker. Maar ik vind wel dat het echt super, super mooi is. Ze heeft een foto nagetekend die ik op Instagram heb geplaatst. En onder die foto staat, neem me mee, eenhoorns of zoiets. En daar past de volgende fanart heel erg goed bij. Daar zit ik dus op een eenhoorn. En ik vind het zo geniaal en grappig. Ik weet niet hoe je het hebt bedacht. Dit is gemaakt door meisje.denise. Het is dus zeg maar een eenhoorn opblaaspop of zo. En je benen gaan dan in de achterste benen van een eenhoorn. Maar er zitten ook nepbenen op de eenhoorn. Dat het lijkt dat je op de eenhoorn zit of zo. Nou, ik kan het niet uitleggen, maar jullie zien het waarschijnlijk wel. En ik vind het gewoon zo ontzettend grappig. Überhaupt dat het pak bestaat, maar ook dat je mijn hoofd erop hebt gefotoshopt. En dan heb ik een hele leuke fanart van laagstreepje meisjesjamila.fanaccount laagstreepje. En dit is een minion met de eenhoornhelm. Natuurlijk kan iedereen wel een minion tekenen en dan weet ik niet altijd zeker of het ook echt een fanart voor mij is. Maar als je er een eenhoornhelm op tekent, dan weet ik zeker dat het een meisjesjamila fanart is. En je hebt het hartstikke goed getekend. Jamila Graham heeft een hele grappige fanart. Namelijk een screenshot van mijn vorige video. En als je deze video nog niet hebt gezien, dan kun je op het i-symbooltje klikken hier in het hoekje van de video. En dan kun je naar die video gaan en hem bekijken. Want hij is super leuk, dus die wil je zeker niet missen. Het is dus een screenshot waarin ik drops in mijn hand heb. En ik heb echt iets van hoi. Maar de tekst die erbij staat is hartstikke leuk. Namelijk, wanneer je stiekem snoep eet en je moeder komt erachter. Het is echt zoiets van... Jamila, laagstreepje Joy, laagstreepje Fan, heeft een hele vrolijke en ingewikkelde tekening gemaakt. Namelijk een hele grote regenboog. En ik zit op die regenboog en ik glijd ervan af. En tegelijkertijd ben ik dat ook aan het filmen. En ik zeg iets in een tekstpanonnetje. En er staat, hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik zit nu op een regenboog. En dat is precies wat ik zou zeggen als ik op een regenboog zit en er een video over maak. En onder deze regenboog staan hele leuke icoontjes en symbooltjes en dingetjes die mij representeren. Zoals minions, regenbogen, YouTube natuurlijk, hider, knuffels. Camera. Dat is Jamila in de tekening. En ik vind dat je het echt heel erg goed hebt gedaan. Meisje.jamila-fan heeft een hele vrolijke, mooie, pastelkleurige edit gemaakt. Dit is echt zo'n plaatje waar ik gewoon uren naar kan kijken, omdat er zoveel op te zien is. En ik vind het heel erg mooi en gaaf gedaan. En ik vind het ook super leuk dat je al deze kleurtjes bij elkaar hebt uitgekozen. En het past ook super goed bij elkaar. Ik word er helemaal vrolijk van. Het is gewoon lekker girly en meisjesachtig. En X Jeroen Bradley Fan X heeft een hele mooie tekening gemaakt. Het is de tekening van mij.
mij. En ik vind dat je het haar echt heel erg mooi hebt getekend. Eigenlijk gewoon de hele tekening is echt geweldig. Het is helemaal zwart-wit met potlood getekend. Dat vind ik zelf altijd de mooiste soort tekeningen. Maar wat ik hier zo super gaaf aan vind, is dat je er een beetje kleur aan hebt toegevoegd door de eenhoornhelm te tekenen. En die dan in kleur. Want de eenhoornhelm is toch wel echt de ster van elke video. Eva Steinbacher 01 heeft een hele leuke screenshot gemaakt van wanneer ik echt zoiets heb van yeah! En de tekst die erbij staat is: als je lievelingsliedje wordt afgespeeld. En zo ben ik ook echt precies. Want ik hou zo ontzettend veel van muziek. En als er een goed liedje opkomt, dan moet ik daar gewoon helemaal op losgaan. Yeah! En als laatste heb ik Jamila Laagstripje Squad met echt een super schattige tekening. Het is een heel erg klein mini Milatje. En ik sta onder een regenboog en ik heb een onesie aan in echt de gaafste kleuren. Ik hou zo ontzettend veel van deze kleurencombinatie. Dus ik smelt helemaal bij deze tekening. Ik vind hem echt geweldig. En ik wil jullie allemaal gewoon heel erg bedanken voor het maken van al jullie fanarts. Zelfs als je niet in het fanart gedeelte zit, vind ik het alsnog super top dat jullie de tijd aan mij hebben besteed om dit te maken. En ik vind het echt heel erg geweldig om het allemaal te zien. Dus dan is het nu tijd om door te gaan naar het volgende gedeelte, namelijk 100 Layer Challenge. Op YouTube is op dit moment de 100 lagen trend echt enorm populair. Zoals bijvoorbeeld 100 lagen nagellak, 100 lagen lipgloss, 100 lagen foundation, maar ook 100 lagen kleding en dat soort dingen. Dus het leek me heel erg leuk om mijn eigen versie van de 100 lagen trend te gaan doen. En in dit gedeelte ga ik de 100 lagen Oreo Challenge doen. Dit is eigenlijk geïnspireerd op een originele Oreo video waarin ik de crème uit de koekjes haal. En die stapel ik allemaal op elkaar. Dus volgens mij wordt het echt een mega grote Oreo en wordt het heel erg grappig. Ik ben super benieuwd of het überhaupt gaat lukken. En mijn favoriete gedeelte van de Oreo zijn de koekjes. Dus ik heb er al helemaal zin in. Ik ga ze allemaal bewaren en hier ga ik weken op leven. Dus here we go. We beginnen gewoon met het eerste pakje. Dit is de smaak Coconut Delight. Ik ben hier heel erg benieuwd naar hoe het gaat ruiken. Oh my god. Oh, wow, dat ruikt echt heel erg sterk naar kokosnoot. Dus ja, dat is logisch, want het is natuurlijk kokosnootsmaak. Oh, jongens, dat is makkelijk. De koekjes zitten gewoon al los van elkaar. Dus deze koekjes kan ik opzij gaan leggen. En dan pak ik de volgende smaak erbij. En dit is Oreo Double Delight. En ik heb geen idee wat deze smaken zijn. Volgens mij is het pindakaas en chocola of zoiets. Maar ik ga er waarschijnlijk toch niet zo heel erg veel van proeven. Zodra de Oreo echt mega, mega groot is. Zo. Oeh, dat ruikt op zich wel lekker. Ja, het ruikt inderdaad best wel sterk naar pindakaas. Deze haal ik ook eventjes uit elkaar. Zo. En dan haal ik de crème met een mes hier van de Oreo af. Oeh, oh my god, jongens. Yes. Ik heb nu 2 laagjes Oreo. Dan heb ik hier Oreo Birthday Cake. Dus laat ik deze ook eventjes open gaan maken. Oh ja, oh. Deze vind ik dus echt absoluut niet lekker. Maar ik haal het koekje ervan af. En vervolgens haal ik zo de crème hiervan af. En leg ik hier neer. Yes, 3 laagjes. Ik ga deze Oreo eventjes van het bord afhalen. Want ik ben bang dat je het zo meteen niet zo heel erg goed kunt zien op camera. Dus ik maak hem gewoon hier op het tafeltje. En dan ga ik door met deze smaak. Namelijk S'mores Oreo smaak. Daarboven zit een marshmallow laagje op. En daaronder zit chocoladelaagje op. Oh, dat ruikt eigenlijk best wel lekker, jongens. Woe! En het handige hieraan is dat er dus 2 laagjes op zitten. Dus dat scheelt mij weer werk. Zo, ik haal het ervan af. Ik leg het hier op. En tada! Ik heb nu 5 laagjes op de Oreo. Dit waren de smaken die ik voor deze lagen challenge ga gebruiken. Dus ik ga ze nu herhalen totdat ik in totaal 100 laagjes heb. Maar ja, ik ga het niet allemaal aan jullie laten zien. Want anders wordt het wel een hele taaie video. Dus even doorspoelen. Dit zijn 20 laagjes. Oh my god. Dus dat betekent dat de Oreo uiteindelijk zo hoog gaat worden. Dat gaat toch never nooit lukken, jongens. We zitten nu op 95 laagjes. En het is echt heel erg groot, zoals je kunt zien. Ik vind het er echt heel belachelijk uitzien. Maar hij staat nog. Alleen nu begint hij echt heel erg te wiebelen. Dus nee! Huh? Zoals je kunt zien. Hij houdt het niet helemaal meer. Ik vind het echt heel erg eng om de 96ste hier op te doen. Maar daar gaan we. Dit is nummer 96. Zo.
Hij blijft nog redelijk staan. Ik heb alleen nog maar deze birthday cake koekjes over. Dus ik ga er 4 laagjes op elkaar zetten hier. En die doe ik dan tegelijkertijd hierop. En dan hebben we 100. Want ik denk dat dat wat slimmer is. Oké, dit is 3 laagjes. En nu de allerlaatste. En dan heb ik hier nu 4 laagjes. Het zit echt niet recht op elkaar. Dat is niet zo handig. En vervolgens moet ik hier natuurlijk ook een koekje opzetten. Om het Oreo koekje echt helemaal compleet te maken. Dus dit zijn 4 laagjes. Dit zijn 96 laagjes. En hier zit een koekje op. Daar gaan we. Ik vind het heel erg spannend. Here we go, jongens. Oh, yes. Ik ben wel een beetje aan het trillen, maar... Ja? Nee? Oké. Blijf staan. Uh-oh. Dit wordt alleen maar erger zo. Oké, zoiets. Ja. 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 Hij blijft staan. 100 lagen, jongens. Ah, wat is dat lastig. Maar wat ziet dat er echt geweldig uit. Vreselijk en lelijk uit. En het lijkt me ook totaal niet lekker. Ik heb hem gebouwd. Het was een succes. En dan nu het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Namelijk dat ik hier een hele grote hap van ga nemen. Dus ik ga deze eventjes heel voorzichtig naar het midden van de tafel brengen. Want ik wil niet dat het zometeen op de grond valt. En dan ga ik me nu maar klaarmaken voor de hap. Oh my god. Ik ben hier wel een beetje bang voor. Maar nu gaan we. Oh wow. Oh my god. Oh. 15 seconds, shout out! Melanie, Julia, Emoji Girl, Naomi, Janique, Wenke, Angel, Maimena, Ciara, Amber, Ines, Esmee en Lenne, Timo, Tiffany, Ina, Sienna, Rosamondaya, Senna, Tessa, Denisha, Jasmijn en Danique, Kaylee, Joni, Tamara, Lotte, Mara, Donna, Marit, Amber en Alicia! Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om het een duimpje omhoog te geven. En de vraag van vandaag is, als jij 100 lagen van iets zou kunnen doen, wat zou het dan zijn? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie originele antwoorden. Dus laat het me weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!